Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 1 november en ik ben net wakker. Misschien hoor je dat ook wel aan mijn stem en mijn slaapkop. Gek verhaal. Maar we hadden dus een Airbnb geboekt in Rome voor 2 nachten. En we kregen donderdagmiddag een appje van ja, de kamer is toch niet beschikbaar omdat er wat aan de hand is. En maar we hebben wel een hotel voor jullie geboekt. Wij dachten, gek verhaal, raar. Dus wij gaan bellen met het hotel, klopt allemaal. En tophotel. Ten eerste hebben wij €225 betaald voor de Airbnb. En het hotel is €900. Dus dat was voor ons ook al een groot vraagteken. En we hebben nu opeens ontbijt. Wat hebben we nog meer? Er is een spa. Er is een rooftop waar we ook zo gaan ontbijten. En we zitten nog steeds midden in het centrum. En we snappen gewoon niet waar dit ineens vandaan komt. Maar we hebben heerlijk geslapen. En we gaan zo ontbijten. En dit is ons uitzicht. En we hebben zelfs een balkonnetje. Ik laat zo wel even een roomtour zien, maar we gaan nu eerst lekker ontbijten. Op het dak. Ontbijten op het dak. Denk je dat ik straks in de brug. Ik moet wel. Oh, stuk. Is de Pantheon. Pantheon. Ik vind het nog een pantalon. Ja, dat wilde ik net gaan doen. Moet je even kijken. Kom. Dit is top! Het is alweer 11:30. Nee, dat is een grap. Okay. 10:30. En dat betekent. See, I go back.
is hier echt veel warmer dan bij ons. Echt bizar. Ja, we zijn terug in het hotel, maar er zijn natuurlijk mensen die je bed gewoon op kunnen maken. En kijk hoe het er nu uitziet. Nou, we hebben lekker gegeten. En geslapen. Ik kon me het eten al niet meer herinneren. Dat was zo vergeten. En het is nu 5:30. En we gaan nu naar een heel leuk wijkje. En daar gaan we lekker aperitief drinken. En pizza eten. Nom. Vaticaanstad. Nou, we zijn er. Het regende net heel even, maar het was een kleine bui. Het is heel handig. Achter ons is Piazza del Popolo. En daar zo ga je dus naar boven. En dat gaan we doen. Thank you.
hier op de Spaanse trappen. En we gingen zitten. Maar dat mag ook gelijk niet meer. Helemaal niet? Ja, dat weet ik niet. En we hebben kastanjes. En dat heb ik nog nooit op, maar je ziet heel veel hier. En ik heb geen idee hoe we het moeten eten. Nee, ik ook niet. We gaan het zien. We hadden gisteren zo'n blaadje ingevuld dat je kon kiezen en dat er dan ontbijt naar je kamer wordt gebracht. Maar dat werd dus helemaal niet gedaan. Dus nu hebben we lekker ontbeten, gewoon boven. En ja, we gaan er zo vandoor. We gaan uitchecken en dan gaan we weer naar huis.